30 seconds until minions spawn. Hé, hey, waarom is het geluid in één keer weer weg normaal? Wie heeft die ene stem weer teruggehaald? Hm? Nou, die vrouwelijke stem is er weer. Ik vind het weer best. I like it. Minions have spawned. First blood. An enemy has been slain. An ally has been slain. I made my choice. Wie zit er? No going back. Oh, nee, hè? Oh, ik dacht even dat mijn autoklik is weer in het ding zetten. Nee, er zijn twee mensen. Gedoe toe. Als jij straks weer gaat beginnen met school of zo, of gaat het nog een hele tijd duren? Nou, ik ga aankomende zondag weg, dat is de 9e. En nou, ik ben volgens mij pas de 18e of de 19e of zo kom ik pas weer terug.
Dus dan zitten we al tegen het einde van augustus aan. Dan is het ongeveer nog 10 dagen tot het einde van augustus. En in principe begint school weer 1 september, dacht ik zoiets. Heb je al ingeschreven? Nee. Ik Nou ja, ik heb me ergens helemaal op ingewonen voor te richten, maar ja, dat ga ik niet doen. Tweede jaar doen. En dat is ook in Groningen, maar daar dan een andere stad. Ja, ik wil liever. Nee, niet in aan. Niet in het noorden. Dat is jouw. Dat is jouw. Een bepaalde universiteit voor mij. Daar is jouw moeder. Dat is al heel lang geleden. Zat ik voor mij nog in de eerste klas van het gymnasium. Had ze al helemaal plannen bedacht wat je na het gymnasium ging doen, weet ik wel. Oh, dat is 20 klas met haar geweest. Ja, hij hoort het de technische universiteit. Dat hè? Ja, dat denk ik. Ze had een bepaald met techniek had je niet zoveel zijn. Techniek, dat leek dan niet echt. Nee, niet echt. Only fools have shut down. An enemy has been slain. Ja, het is inderdaad dat heet. Ja, ik kan gewoon van mijn hobby kan niet werken. Ja, je zou, hoe heet het? Je zou natuurlijk gamers zijn, maar dat is ook wel een goede regeling. En bij jou, bij dat vriend van het college, weet ik wat had gezeten, we hadden we ook al heel vaak gehoord van dat daar ook mensen kwamen van, oh, gamers zijn leuk, games spelen of zo. Nee, dat is wel even wat games spelen. Dat sommige mensen denken van, oh, ik kan game tester worden. Ja, dat verdient echt niks. Dat kun je doen, maar dat verdient echt niks. Dan moet je echt zoiets worden van, dat lijkt me dan gewoon echt heel wat vet om te doen. Zoiets als gamekeeper of zo, dus dat je dan allemaal van die spellen gaat testen en... En zo, en dan van die reviews en zo ervan maken. Dan moet je eigenlijk... Ja. Op dit moment. Dan kun je gewoon helemaal zelf beginnen. Ik heb een hotline gewoon. Rampage. An ally has been slain. Enemy double kill.
Gewoon oh, echt zo, echt, echt in het Engels, in het Engels uit te houden. In het Engels kan het ook, maar dan moet ik wel van die, echt van die hele domme dingen te gaan zeggen. Oh, is nog vlog, ja, van dat gedoe. Met Joost hou ik het maar gewoon bij wat opprutsen wat ik nu doe. Dan zie ik wel wat ermee gebeurt. An ally has been slain. Ik ga toch sowieso. Dominating. Man, alleen dat als baan, dat is ook niks om dat alleen te gaan doen. Dat ligt er aan. Als je echt gewoon fulltime YouTube gaat doen, dan ben je daar ook wel echt. Dan is dat ook volgens mij wel fulltime hoor. Of nou, het ligt een beetje aan wat je gaat doen, maar als je gewoon echt, bijvoorbeeld als je een vlogger gaat worden, dan ben je de hele dag aan het filmen, aan het editen en aan het uploaden. En als je iets gaat doen met games, reviews en zo, dan ben je ook de hele dag bezig. Dan ben je misschien wel de hele dag bezig met het spelen van games, maar dat is wel echt, dan speel je de game en dan moet je op alles letten. Doe ik maar gewoon wel. Waarom? Omdat ik verdien zeg maar enigszins wel wat geld. Want het genoeg om te leven zo. Ik ben dat dan niet van plan. Ja, je bent er heel de dagen mee bezig. Maar... Dat ben ik mee bezig. Maar steeds naar binnen zit. Killing spree. Ik denk dat mij de deur van het sluit wordt gaan. Zo, als ik dat zulke dingen ga doen, dan kom ik erop. Ik ga mij daar zelf ook niet forceren trouwens. Ik heb er gewoon, heb ik zo gedacht. Ik heb ook helemaal geen zin om zo. Ik doe gewoon wat ik zelf. Dus ik doe het zo gewoon. Als ik dat een keer leuk vind, dan kan ik het ook niet. Als het dan gewoon zo gaat, dan mag ik het gewoon geen zin. Morgen hebben ze een studiekeuze testen. Wat dan? Een studiekeuze test. Oh, een studiekeuze test. An enemy has been slain. Dat mag. Nee, maar inderdaad, heel veel. Het is ook niet, je kunt ook gewoon later ook nog zoeken. Zijn. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. En ook heel veel decisions. Nou, het is zeg maar zo. Ik wil zeg maar, ja, ik wil wel studeren, maar eigenlijk ook niet. Ik wil zeg maar wel dat studentenleven en zo, dat lijkt me wel echt heel erg leuk. En ja, gewoon studeren lijkt me op zich ook wel, dat lijkt me ook wel gewoon heel erg leuk. Maar ja, ik zit ook zo van, ja, ik zou ook gewoon wel, en ja, ik zit gewoon heel veel twijfelen. Ja, precies.
stuurt van het dat we dat langer wel doen. Ja. Nou, ik heb nu eigenlijk ook niet echt het gevoel dat ik iets nut had doen. Dat wil ik eigenlijk wel hebben. Ja, het is nuttig gewoon. Ja, de hele dag. Zeg maar. Nee, ik snap wat je bedoelt in Daan. Daarom heb ik voor mezelf heb ik nu wat juice. Ja, wat juice, dat is al heel lang. Dat is enigszins van wat ik. Nou, ik ben nu wel echt wat serieuzer bezig met wat muziek maken. Dat probeer ik nu wel echt wat serieus en ja. Maar dat is wel heel erg. Ja, zou het jou weet... leuk zijn om eigen websites en eigen apps voor je telefoon te maken? Dat je wel leuk. Want er zijn op internet echt van, het zijn van C++, Java, en zo gaat door. Oh, je wilt programmeren. Ja, er zijn op internet echt allemaal van, dat is een of andere site, maar ik weet niet hoe dat heet. Heeft iemand op het Friesland College even van mij laten zien? Er was ook Friesland College, er was het heel vaak niks te doen. En dan zei van, dan kun je dat gaan doen. Als je eenmaal een beetje de basis in hebt, dan is het zeg maar wel leuk. Want dan kun je allemaal dingen maken. Ik zou het een keer even kunnen proberen op te zoeken. Misschien. In het begin is het echt heel simpel. Zo, dat kan echt iedereen gaan. Kan dat begrijpen. Zo. Langzaam dan. Ik kan het wel even opzoeken. Misschien vind je dat leuk of zo om even in de kus te zetten. No, en een beetje later. An enemy has been slain. An ally has been slain. Ik zit al een hele tijd dat ik eigenlijk wel iets met YouTube wil, maar ja. Ik weet niet. Ja. Ik ga morgen alles wel gewoon. Ik heb zo'n account gemaakt en dan. Ik ga morgen wel even wat dingen uploaden. En kijk wel even hoe het gaat. Je wilt echt heel professioneel aanpakken? Nee, dat wil ik niet. Maar ik heb echt een hele map vol met. Van die clips van die ik heb eerst had ik een speciaal account waar ik lezen zal. Maar ik dump nu gewoon alles op mijn main account en klaar. Nou, daar zit allemaal wel muziek bij. Het hele geluid bedoel je? Ja. Nee, je kunt het niet trouwens krijgen. Ja. Gaan ze het weghalen uit YouTube? Volgens mij gaan ze überhaupt Google Plus helemaal verwijderen. Dan gaan ze weer nieuws erop beginnen, dan heet het weer helemaal anders. Wat is dit? Waarom heb ik 1500 weergaven op dit? Wat is dit? Helemaal verwijderen, dat komt er nooit aan. Nee, dat is
YouTube is het echt zo als je alleen League of Legends dingen erop gaat zetten. Je hebt dus van die hele korte filmpje waar je iets echt super trolls laat zien en toevallig heb je vaak op gekeken. Dit is helemaal niet. 1500 weergaan, maar dit is ook dat Google Plus account. Oh, Google Plus account, ja. Ik heb op mijn Google Plus account of zo ook. Dat is verbonden met je YouTube of zo. Ja, maar ik heb helemaal niks te doen. Mijn Google Plus heb ik echt 50.000. En hier heb ik 1700. Dit is gewoon een ren. Wat de hel. Nou, ik... An enemy has been slain. Kijk nog. Your team has destroyed a turret. Why? Because I can. Shut down. Oh ja, ik heb jou die video ook al laten sturen, omdat ik daar bij mijn pc ging praten. En dat is de enige commentary die ik ooit heb gedaan. Ja. Een live commentary? Live commentary, wat bedoel je? Ja, ik heb gefilmd en ben ik erbij gedaan. Ja, oké. Bij amateur met de camera. Ik kan dan ook wel een keer kijken naar wat ik weet. Misschien... Met een YouTube kanaal. Dat ga ik wel eens even proberen. Lijsten hebben waarvan die als ze dan ook wat die andere mensen ook doen met wat zeg maar die speciale afspeellijsten die alleen maar copyright free music hebben.